Mijn naam is Kajsa Ollongren. Ik ben al heel lang lid van D66. Dat is misschien het belangrijkste. De afgelopen 4 jaar mocht ik minister van Binnenlandse Zaken zijn voor D66. En de komende periode ben ik de nieuwe minister van Defensie. Ik ga op mijn eerste werkdag kennis maken met de Defensieorganisatie, met de krijgsmacht, met de mensen. Ik denk dat het heel belangrijk is, maar ik zal ook vanaf dag 1 gaan verdiepen in de actualiteit. Want er is wel wat aan de hand in de wereld. Ik noem Rusland-Oekraïne, het overleg dat daarover gaande is internationaal met de NAVO binnen de Europese Unie. Dus het is ook meteen gewoon echt aan het werk. Oh, nou, dat is Ajax Dortmund in het najaar in de Champions League. Een fantastisch mooie wedstrijd. Toen mocht het met publiek, dat was een van de weinige momenten in die coronatijd dat we weer bij die wedstrijd mochten zijn. Ik zal het echt nooit vergeten. 4-0. 4-0. Ja, ik heb van mijn ouders geleerd dat het niet erg is om anders te zijn. Dat is misschien een beetje een gekke les, maar wij waren best een raar gezin. Mijn moeder was Zweeds, we spraken vaak Zweeds thuis. Ja, het week gewoon net wat af van anderen. En ik heb al heel jong geleerd, weet je, dat maakt niet uit. Anders zijn is alleen maar leuk. Laat iedereen in zijn waarde. En dan laat ze jou ook in je waarde. En dat is echt een les van mijn ouders. Ja, er ligt in het regeerakkoord een grote opdracht voor Defensie. Er moet echt gebouwd worden aan die krijgsmacht, aan de rol van Nederland in de NAVO, in Europa. Dus ik hoop dat we aan het eind van de kabinetsperiode dat goed hebben kunnen doen. Want de krijgsmacht is ongelooflijk belangrijk voor Nederland, voor de nationale veiligheid, maar ook voor het verdedigen van de internationale rechtsorde. Iets wat voor D66 natuurlijk cruciaal is. Dus dat hoop ik te doen. Schaatsen of skiën? Ik hou heel erg van wintersporten, van alle wintersporten. Langlaufen, snowboarden, schaatsen, wandelen in de sneeuw. Maakt me eigenlijk niks uit. Maar ik vind schaatsen wel het meest bijzondere wat je kunt doen als het op natuurijs in Nederland is. Vorig jaar hebben we dat kunnen doen. Ik vond het geweldig. Ik zou dolgraag willen dat het ieder jaar komt. Ik vind het eigenlijk het mooiste wat er is. Een lange tocht maken, af en toe stoppen voor koek en zopie. Dus ik kies voor schaatsen. Dan was dit hem. Ja? Ja. Goed zo. Ja. Nou, leuk.